Mathieu van der Poel. Ach, zo, wat een held. Ja, de wielerklassieke Parijs-Roubaix. Nou, een solo van bijna 60 kilometer. Maar kijk, ik ben normaal gesproken geen complotdenker. Maar ik vraag me wel af, is dit wel echt gebeurd? Want Rick, ja. Rick, ik weet dat jij ook graag fietst op de wielrenfiets. Zeker. Toch? Ja. Ja. Rick, toch? Ja, jij fietst graag. Ja, ja, ja. Ja, fijne sport. Ben je ook lekker lang van huis. Maar, ja, ja. Maar wat is jouw gemiddelde snelheid? Kijk, nou, ik fiets ook graag en dan ben ik blij als ik zeg maar de 28 kilometer per uur haal. Jij? Ik zit ook 8, 29, soms 30. 8, 29. Nou, ik zeg al, ik ben geen complotdenker. Mathieu reed met de koers met een lengte van 256 kilometer met een gemiddelde snelheid van bijna 48 kilometer per uur. Wow, mijn hemel. Ja, over zandweggetjes, kasseien. Als ik bij een klinkerweggetje kom, dan ga ik lopen. Maar hij knalt er overheen met 50 kilometer per uur. Ik zeg, als je al niet gelooft dat er mensen op de maan zijn geweest, dan is dit onmogelijk. 48 kilometer per uur, 5,5 uur fietsen. Nou, dan vind ik het ongelooflijk knap hoe ze die hele koers in elkaar zetten in een studio in Amerika. Maar goed, ik begreep van wielrenners die over de kasseien van Parijs-Roubaix hebben gestuurd, het weken, zo niet maanden, niet meer in staat zijn om seks te hebben. Oh. Dus Rick, fiets jij gewoon over klinkers? Nee, nee. Nee, nou, dan ligt het dus daar, niet daaraan. Dan nog zo'n overwinning. Max Verstappen won soeverein in Japan. Tim, ik weet dat jij ook graag een stukje rijdt in de auto. Zeker. Wat is jouw gemiddelde snelheid dus morgens van huis naar Hilversum? Nou, laat het eens 130, 140 kilometer per uur zijn. 130, ja. Nou, Max was de gemiddelde snelheid 244 kilometer per uur. Met een maximale snelheid van 368 kilometer per uur. Dat zijn eigenlijk alleen snelheden die vroeger Edwin Evers haalde naar de ochtendshow. Nou, dan nog een hele belangrijke wedstrijd gisteren. Ja, natuurlijk totaal bizar. Dat is echt zo'n wedstrijd die je maar één keer ziet in de zoveel tijd. Ja. Gisteren was de NK dode dieren opzetten in Friesland. Ja, je kon meedoen in verschillende categorieën. Er werd bij de beoordeling gekeken naar de stand van de ogen, de ligging van de huid en de kleuren van de vacht. Er was ook een goede smaakcriterium. Chockerende inzendingen werden geweigerd. Zoals een man die een verwaarloosde bruine beer had opgezet. Maar dat bleek zijn schoonmoeder in een bontjas. Nou, we gaan. Niels, ik weet dat jij ook graag een stukje rent of wandelt. Ja. Ja. Maar de ultraloper Russ Cook heeft als eerste mens ooit van helemaal Zuid naar helemaal Noord-Afrika gelopen. 16.000 kilometer in 352 dagen. Dat is gemiddeld 45 kilometer per dag. 16.000 kilometer in 352 dagen. Dus dat is precies het omgekeerde van Niels. Die doet 352 kilometer in 16.000 dagen. Nou, en dan. Ja. Natuurlijk Feyenoord-Ajax, ja, Florentien. Ja, ja, ik weet niet of jij graag voetbalt, maar volgens mij heb jij nog nooit met 6-0 verloren van Feyenoord. Ja, ik heb je nooit zien voetballen, maar ik weet zeker als jij bij Ajax had meegedaan, was het niet slechter gegaan. Nou, opgeteld in de competitie heeft Feyenoord dit seizoen met 10-0 van Ajax gewonnen. Dus we kunnen stellen dat na Alex Groes en Max van Praag ook Feyenoord een enorm aandeel heeft in de teleurgang van Ajax. Nou, ik heb het zelf allemaal inderdaad niet gezien. Ik was met de 14 kilometer loop van de Cruijff Foundation. Was geweldig. En bovendien, Cruijff heeft zowel bij Ajax als Feyenoord gespeeld. Dus die heeft sowieso gewonnen gisteren. Maar daarna, ik was naar de Efteling. Oh. Efteling? Ja, ik denk het is lente. Er is veel over gezegd. Ik wil ook die nieuwe doornroosje wel eens zien. Nou, ja. Ja, doornroosje, borstvergroting gehad. Maar het was niet het enige. Hè. De wolf van de zeven geitjes was afgeschoten. Lange Jan had een nekverkleining. En Repelsteltje wil zich voortaan identificeren als Repelgleufje. En die hollebolle geit die heeft de anus laten bleken. Het was fantastisch. Maar het gaat nu in allerlei toeristische attracties heen. Het Mauritshuis is een schilderij, meisje met een parel veranderd in lekker wijf met bling-bling. En het monument op de Dam is na de wedstrijd van gisteren slap naar voren gehangen. Nou, ik wil nog wel iets meegeven. Vraag me niet hoe ik daar terecht kwam. Maar, sorry jongens, ja, ik geef het van toe. Ik was gisteravond bij een theaterconcert van Frank Boeien. Oh, kom ik aan? Ja, vraag niet hoe ik er kwam. Nee. Het was best wel mooi. Ik heb niet alles verstaan. Maar ik heb wel onthouden. En onthoud dat dan ook. Danny zwaar, Danny weer. Maar binnen de club bij waar. Dus nog één keer. Danny zwaar, Danny weer. Maar binnen de club bij waar. Neem dat mee deze week.